Op de grond ben je kwetsbaar. Maar toch, de overmacht van Assads leger frustreert. He come in aeroplane. He push we. We don't have this. Niemand weet hoe lang deze strijd nog zal duren. Deze bedoel ik niet. Die. Daar ben ik dus. In Gouda. Ik ga op bezoek bij de Baan de Rijn. Omdat het ook anders kan. Zo op het eerste gezicht lijkt het een gewoon tankstation. De auto wachten. Laten we eens verderop gaan kijken. Ik heb hier vandaag een afspraak met Willem. Zoals jullie al zien, zie je hier containers staan en oude legertruc. Ik vind het nu al spannend. Na een flinke wandeling ben ik aangekomen bij de Baan de Rijn. We gaan naar binnen. Ik ben reuze benieuwd wat de Baan de Rijn ons te vertellen heeft. Eenmaal binnen word ik warm onthaald door drie jonge mannen. Ze vertellen enthousiast over wat de Baan de Rijn allemaal doet. Geweldig om te horen. Laten we eens gaan kijken. Dit is de opslagplaats van de Baan de Rijn. Hier worden allerlei spullen verzameld. Deze kunnen exporteren naar gebieden waar ze nodig zijn. De Baan de Rijn helpt dus andere bedrijven om de goederen op de juiste bestemming te krijgen. Daar zijn ze heel erg goed in en wij gaan ze een handje helpen. In deze tenten gaat het. Hier kunnen 30.000 mensen worden ondergebracht. Naast deze tenten moet er ook nog iets anders vervoerd worden. Deze legertruc staat klaar voor transport. Staat klaar om naar Syrië te vertrekken. Hij is helemaal netjes opgeknapt en klaar voor vertrek. Achter de truc staat een container vol met hulpgoederen. Nou, jullie raden het misschien al. Nu is aan jullie de opdracht om een plan te maken, een logistiek plan, om deze mooie truc en een container met hulpgoederen in Syrië te krijgen. En de bijzondere mensen van de Baan de Rijn, die gaan jullie plan nakijken. En op vrijdag 14 juni worden de winnaars bekendgemaakt. Heel veel succes!